Goedemiddag allemaal, we zijn hier weer met een nieuwe training van Les Je Wilt. En dit keer zijn we buiten. We hebben straks 6 oefeningen die we gaan doen, verschillende variaties. Die worden straks allemaal voorgedaan door Jordi. Oefening 1 is de split squat. Jordi gaat hem eventjes voordoen, je stapt met een grote stap vooruit. Andere been gaat naar achter, je zakt rustig door naar beneden. Zodat de spanning op de bovenbeen komt. En je drukt er weer omhoog. Ook een stukje bilspieren worden meegetraind. Variatie 2 lijkt er heel veel op, alleen de voet staat op een verhoging. Mag met je vreef zijn of met je teen, wat je zelf fijn vindt. Zak je net eventjes dat dieper door, dus je zakt naar beneden en komt rustig weer omhoog. Oké, oefening 2. De row, Jordi gaat hem eventjes voordoen, gaat met zijn benen gestrekt. Gaat helemaal hangen, spanning op de buikspieren, dus je gaat niet jezelf bol maken. Je trekt jezelf naar boven, schouderbladen naar elkaar toe gedrukt en je laat je weer rustig zakken. Een andere variatie voor de rugspier is de pull-up, de grote rugspieren. Pak de stang vast, brede grip, net buiten je schouders. Je gaat hangen en je trekt jezelf rustig omhoog, ellebogen gaan naar het lichaam en je laat jezelf weer helemaal uitzakken. We zijn hier bij een oefening voor de borstspieren. Hiervoor hebben we 3 variaties. Jordi laat eerst de makkelijkste zien op een verhoging, zodat je wat minder diep hoeft. Zak naar beneden. Armen gaan naast de borst, dus probeer niet te ver naar voren te zetten. Variatie 2 gaat Jordi nu ook voordoen. Dat is gewoon op de grond. Zet de arm weer naast de borst, zak door, triceps gaan naar achter. Rustig doorzakken. Explosief uitdrukken naar boven. En dan hebben we nog een derde variant. En variatie 3, voeten op een verhoging. We zakken weer wat door. Dus dit is de zwaarste variant. De meeste druk op de borst. Oké, oefening 4. Dips. Zet je benen vooruit. Ellebogen gaan langs het lichaam. Je zakt rustig door. En je zorgt dat de ellebogen recht naar achter bewegen. Je komt weer omhoog. Je stoot hem helemaal uit. De triceps helemaal op strekking komen. En je zakt weer rustig door naar beneden. Ja. Oké, een zwaardere variatie voor het dippen is door 2 stangen te pakken. Zodat je zodat het wat zwaarder wordt. Je zakt op dezelfde manier door. Ellebogen gaan naar achter en je komt omhoog. Zakt een beetje door met je borst naar voren. Pak je ook nog een stukje borstspier mee. Dat is voornamelijk voor de triceps. Oké, nog een oefening voor de benen. We hebben eerst de steppen. Jordi laat hem even zien. Je stapt omhoog en je stapt weer rustig terug. Als je naar boven komt, haal de spanning van het bovenlichaam. Dan druk je daarmee mee omhoog. Je wisselt er ook per been af. Eerst links, dan rechts. Zet je beide benen gebruikt om omhoog te komen. Oké, een andere variatie op de step-up. Deze is wat zwaarder, is de posture. Jordi gaat hem eventjes voordoen. Hij springt omhoog, zakt gelijk door. Maar je stapt wel weer rustig af. En je komt weer explosief omhoog. En je zakt weer goed door. Zet je voeten niet te smal bij elkaar. En land goed op het midden van de voet. Dus niet te veel op de tenen. Spanning op de buik door de navel in te trekken. Beenspieren mogen ook aangespannen worden. Dit is de eerste variatie. Wil je hem dan nog wat zwaarder maken? Gaat Jordi nu voordoen. Je gaat met de arm omhoog. Je strekt je helemaal uit. Je staat even op 2 handen. En je gaat weer rustig naar beneden. Probeer het gewoon gecontroleerd te doen. En zo om en om af te wisselen. Oké, dit is de buitenworkout van Les Je Wilt. Dus zoek lekker een pleintje op. En ga lekker aan de slag. We wensen jullie veel succes.